De landelijke uitslagen van de MULO-eindexamen zijn bekend. Dit jaar is er 51% geslaagd. Op verschillende MULO-scholen was het vandaag een spannend en een groot moment voor leerlingen en hun ouders. Onze redactie was op MULO-Kerklaan om de uitslag mee te maken. De leerlingen konden op het bord voor hun lokaal zien of ze het wel of niet hebben gehaald. Schoolhoofd Sildientje Gisser geeft aan dat er dit jaar 74% van de examenkandidaten is geslaagd. U ziet dat het resultaat zegt het ook van, ja, trots op het personeel. Ja, de ouders die ook hun bijdrage opleveren. En de inzet van de leerlingen. Het is niet zomaar geweest. Praten, praten, praten. Soms worden ze boos op je. Soms worden ouders zelfs boos als ze horen van ik moet weer voor mijn zoon of voor mijn dochter. Omdat ze een keertje laat zijn of zo. Maar ik weet, we hebben echt, we zijn 100% er tegenaan gegaan. Sildien geeft verder aan dat het aantal geslaagden na het herexamen kan oplopen naar meer dan 80%. We spraken ook enkele leerlingen. Ik was heel zelfverzekerd. Ik ben zelf laat gekomen. Dus toen ik kwam, zag ik mijn nummer al daar. Het ging niet meer echt om mijn eindmilo. Het ging meer om mijn pakketten. Dus toen ik hoorde dat ik alles had gehaald, ik was geschrokken. Want ik dacht niet dat ik na het in zou halen. Maar het is gelukt. En ik weet niet, ik was super blij. Het was moeilijk. Maar als je inzet, zal het wel beter gaan. Ja. Het voelt geweldig aan. Het voelt echt geweldig aan. Ik had echt zenuwen voordat ik naar hier kwam, maar het voelt geweldig aan. Ja, ik had het wel verwacht, maar ik was ergens toch nog bang. Want ja, je weet nooit wat kan gebeuren. Ik ga nu naar VWO, S-pakket en daarna MBE. En dan zie ik verder wel. Ik ga verder, Lico 2 en daarna in Nederland studeren. Waarom Nederland? Ik ga van stewardess talen en dan ga ik verder daar. Hierna ga ik naar Natin, infra, en dan daarna misschien doorstuderen. Ja. Dat waren enkele geslaagden van MULO Kerklaan. 74% van de examenkandidaten van deze school is geslaagd, terwijl er landelijk 51% van MULO-examenkandidaten de eindstreep heeft gehaald.